Wij ontvangen vandaag hier in het raadhuis de leerlingen van groep 7-8 van de EMBOL. We hebben bij het project Terugblik ter herinnering, wat wij gemaakt hebben, dat bestaat uit het boek, uit de website, maar ook uit een aantal wandelroutes, hebben we ook een wandelroute gemaakt die door Erp heen gaat. En dan kun je langs een aantal plekken wandelen waar in de oorlog iets gebeurd is. Dat is bijvoorbeeld, hier ben je bijvoorbeeld in het raadhuis waar de werkkamer was van burgemeester Verheyen. Maar op de route ligt bijvoorbeeld ook het kerkhof met het oorlogsmonument en de propeller. Je komt ook bijvoorbeeld langs de pastorie waar de schuilkelder is geweest. Langs de kerk waar een gijzeling heeft plaatsgevonden in een korte periode. Dus we hebben allerlei plekken uit de geschiedenis van Erp waarin de oorlog iets gebeurd is, hebben wij hier even in de route opgenomen. En de leerlingen volgen vandaag deze route. En tot nu toe zijn er al verschillende groepen geweest en dan probeer ik ze iets te vertellen over, ja, over het raadhuis zelf heel kort, dat het een heel belangrijk gebouw was, iets over de inrichting van de burgemeesterskamer en daarna vertel ik iets over de moeilijke positie van burgemeester Verheyen in de oorlog en hoe hij uiteindelijk aan zijn einde is gekomen. Hij is namelijk omgekomen in het concentratiekamp in Buchenwald en de leerlingen worden begeleid door ouders en die volgen dus vandaag deze historische wandeltocht die met de oorlog te maken heeft. Die speelde een belangrijke rol bij het verzet. Ze vingen de gestrande geallieerde piloten op. 51 piloten hebben hier gewoond. Dichtaf dit huis de naam Pyjama Huis, want iedereen mocht hier slapen, dus, hè? Pyjama en slapen. En ze zamelden in Erp voedselpakketten in voor gevangenen in de concentratiekampen in Vught. Dat het niet modern is hier? Ja, het is niet modern en ook een hele hoge trap als je naar boven gaat. Hè. Ja. En ook een hele hoge deur, zie je dat? Mooie deur zullen thuis hebben. Ja. Heb je enig idee waarom ze dat in die tijd gedaan hebben? Nee? Ze waren daar langer. Nee, de mensen waren niet langer, ze waren juist kleiner. Want de burgemeester van Heijen was niet veel groter dan, nou, zo'n stukje groter dan hij. Die was kleiner dan Lena. Dus hij kon makkelijk binnen. Nee, als je een grote deur had en grote ramen, was je een belangrijk persoon. En burgemeester Verheyen was een heel belangrijk persoon, toch? Het was een man die was heel belangrijk en die voelde zichzelf heel erg belangrijk. En daarom had hij zich heel mooi aangekleed voor een vogel. En deze burgemeester, die was in de tijd van de oorlog, waarover jullie op school een project hebben gedaan, was hij hier burgemeester. En die man, die moest de bevelen van de Duitsers uitvoeren. En hij zat hier vanaf 1936, als hij in de raadsvergadering zat, dan zat hij op deze stoel. En kijk eens naar boven, de stoel wat zie je daarboven voor de tekentjes. Kennen jullie dat? Wat daar boven staat hier? Dan zie je een bisschop staat erop. Zie je? Dat is Sint-Servatius. En de R.P. de kerk Sint-Servatius. In het wapen van de kerk zat ook Sint-Servatius en de burgemeester zat in deze stoel. Dat was zijn stoel in die tijd. En deze burgemeester die moest dus in de oorlog met de Duitsers samenwerken. Dat was heel erg lastig. En daarom heeft hij heel veel problemen erin gekregen. En het was gebombardeerd, zit er overal gaten in. En de Duitsers willen daar ook vliegtuigen laten landen, maar kan niet. Dus dan moeten hier mensen uit Erp, hier in de Cornelis Sitsert Kelder en hier Johan van der Weijdenvrijn uit Erp, die bij de brug woonde. Die moeten heen komen met paard en kar. En met een schop moet hij komen. En dan moet hij gaan helpen in Volken om dat vliegveld weer gewoon begaanbaar te maken voor vliegtuigen. En eind 1944 zei hij, dat doe ik niet meer. Ik ga de Duitsers niet meer helpen. En toen hebben ze hem op 22 augustus 1944 opgepakt. Is hij naar Vught gebracht, naar het concentratiekamp. Later naar Sachsenhausen. En nog weer later naar Buchenwald. En daar is hij uiteindelijk omgekomen. En in de app die u hebt, hè, ja, daar zit het verhaal in wat hier staat. Ja. De kinderen van hem, die krijgen in november 1945 krijgen die een brief van iemand die met de burgemeester in het kamp heeft gezeten in Buchenwald. En die is er levend uitgekomen en die vertelt over de laatste levensdagen van burgemeester Verheyen. En hij is daar van ziekte en ontbering is hij omgekomen. Hij heeft diarree gekregen, kreeg heel slecht te eten en toen is hij omgekomen. Deze burgemeester die hield ervan om er heel deftig uit te zien. Maar een burgemeester was in die tijd heel belangrijk. Want toen hij in Erp kwam in 1936, hadden ze zelfs een optocht gemaakt
met 29 groepen die hier wil uitnemen. 29 buurtschappen hadden allemaal een praalwagen gemaakt. Of allemaal bruggetjes gemaakt die moesten lopen. En het was op de burgemeester in te halen. Tegenwoordig zouden ze dat niet meer doen. Maar deze burgemeester, die heeft deze kamer in 1936 helemaal laten inrichten. Dus die heeft de stoelen laten maken, de kast. En hij zat zelf achter dit bureau. Heel groot bureau waar hij makkelijk aan kon werken. En, ja, precies. Hij rookte op een sigaar, af en toe een pijpje. En hij schreef in die tijd nog met een vulpen, want balpennen had je toen nog niet in die tijd. En als hij naar een andere burgemeester de Vechel moest bellen, dan pakte hij de telefoon. En dan moest hij eerst hier draaien. En dan ging hij een stukje verderop in het postkantoor. En dan moest hij een stukje in een stopcontact steken en dan komt dat doof onder. Dus, en uit eerbetoon is deze straat hier niet de eerste schoolstraat, maar die heet nou de Opperstraat. En daarom is deze straat zo genoemd. En jullie werken ook met een app? Ja, we werken met een app. Oh, en werkt die goed? Supergoed. Oh, mooi. Je hoort hem misschien nog eventjes. Ja. Ik zal hem even uitzetten. We zijn net bij het kerkhof geweest. We hebben de oorlogsgraven gezien. De propeller hebben we gezien. Ja, de propeller. We hebben net de oude school gezien van vroeger waar de zieken werden verzorgd.